Wat ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn vanmiddag. Over 2 jaar is hier de nieuwe bibliotheek van Utrecht. We gaan zo dadelijk natuurlijk aan de slag met programmeren. Want kinderen die kunnen programmeren, die hebben superpower. Zijn er ook nog ouders die willen leren programmeren? Ah, kijk, kijk, geweldig, hartstikke goed. Nou, dat is voor jullie achterin, hè, bij Code Koffie. Het is natuurlijk een uitdaging met zo'n grote groep, want normaal zitten we met 40 kinderen, 50 kinderen in de bibliotheek. En dan redden we het altijd wel, 150, we kunnen alle hulp gebruiken. Rond 3:30 kunnen de kinderen die het heel leuk vinden hier op het podium komen om te laten zien wat ze gemaakt hebben. Dat kunnen jullie hier komen doen, dat noemen we show and tell. Dan hebben we ook wat pizzapunten, niet hele pizza's per persoon, dus jullie kunnen gewoon nog thuis eten. En nou, dan zijn we rond 4:00 ongeveer klaar en dan kunnen we ook nog steeds, kun je nog steeds de virtual reality demo's en zo, die draaien we door tot 5:00 en om 5:00 is het echt afgelopen. Komen jullie allemaal naar voren? Nikki, waar ben je? Zo, als ik hier naar kijk, volgens mij ben jij heel flink bezig geweest hiermee. Oké, heren, vertel eens, wat heb je gemaakt? Mijn spel gaat over een poppetje en die doet niet allemaal soorten missies. Je wilt je missie vast weten, hè? Je missie, pluk 12 appels, dan kan ik een appeltaart bakken.